Wat ik miste in de hulpverlening, dat was dat ze mij niet vertrouwden. De hulpverlening probeerde wel empathie te tonen, maar ja, ze zeiden dat ze mijn probleem snapten, maar ze begrepen het niet. Elke keer kreeg ik te horen dat het een fase was in mijn leven, de puberteit, terwijl het achteraf niet zo bleek te zijn. In de hulpverlening werken wel goede mensen, alleen het probleem is eigenlijk wel een beetje dat ze niet allemaal weten hoe het is om hulp te krijgen. En daarom zou het goed zijn dat er meer hulp wordt ingeschakeld van ervaringsdeskundigen, want zij weten wel grotendeels wat er in jongeren omgaat, waardoor ze sneller het echte verhaal krijgen te horen van de jongeren en eerder vertrouwen winnen. Ik hoop dat de gemeente de komende 4 jaar zich meer gaat inzetten voor de hulpverlening en de ervaringsdeskundigheid. Maar ook in de wijken dat ze meer betrokken zijn met de buurtbewoners en wijkcentrums. Zodat ze weten welke problematiek zeg maar, in de wijk plaatsvindt. En zo kunnen ze samenwerken met de hulpverlening voor een betere en veilige buurt.